Welkom bij de derde editie van Nacho Under 20 vanuit Antigua en Barbuda. Het gastland waar de CONCACAF Men's Under 20 Qualifiers 2024 gespeeld wordt. Nacho heeft tegen de wedstrijd tegen Antigua een positief resultaat bereikt met 3-2. Maar dit is pas het begin van de reis voor Nacho U20 voor de CONCACAF Men's Under 20 Championships 2024. Nacho een 3-2 overwinning behaald op Antigua. Laten we gaan kijken naar de doelpunten van deze wedstrijd. Daarna hebben we een statement van de bondscoach Werner Blackson. Dat we tactisch slim blijven voetballen. Slim blijven voetballen. Ik heb het al met Manu besproken. We'll be right back.
motiverend. Ze hebben in het begin van de wedstrijd, zeker in de eerste 20 tot 25 minuten, hebben ze hoog druk proberen te leggen op ons. We hebben ons goed daaruit kunnen spelen. En we hebben zo een eerste doelpunt kunnen maken. Zelfs uitgelopen naar 2-0 op slag van rust. En dan verwacht je dat je in die tweede helft gaat uitspelen. Hoezeer we ook erop voorbereid waren dat ze zouden komen. En dan valt die 2-1. We kregen ook wat kansjes om op 3-0 te komen. Dat maken we niet af. En dat wordt 2-1. Dat speelt een hele lastige wedstrijd. Gelukkig komen we op 3-1. Maar op hetzelfde moment krijgen we ook een rode kaart. Dan begin je met 10 man in de laatste 10 minuten. En dan begrijp je, het wordt alles of alles. Je speelwijze valt uit elkaar. De teamorganisatie die viel ook even uit elkaar. En daarom hebben we het onszelf moeilijk gemaakt in de laatste 5 tot 10 minuten. Dus we moeten daaruit leren. Ze kregen wat mij betreft ook een heel onterechte strafschop. Het was puur en openlijk diving. Maar goed, het valt erin. En dan spelen we een lastige wedstrijd tegen het thuisland. Gelukkig hebben we stand kunnen houden. En hebben we die 3 punten waar we naar op zoek waren in die eerste wedstrijd, hebben we toch kunnen behalen. Dus het uitgangspunt is nu goed. We hebben het doel wat we voor ogen hadden vandaag bereikt. En we gaan ons nu volledig richten. Morgen even kort evalueren. En dan gaan we in de middag ons volledig richten op Guyana. Ik weet niet of je dat weet trouwens. We hebben heel lang niet van dit land gewonnen. De laatste overwinning dateert van 2001, dacht ik, of van 2002. En het is ons gelukt om van ze te winnen na heel lang. Dus wat dat betreft, mijn complimenten aan de groep. En we gaan ons nu volledig richten op de tweede wedstrijd. Ik denk sowieso de strijdlust die aan de dag is gelegd in de laatste 5 tot 10 minuten. Net wat ik eerder zei, de teamtactiek en de organisatie heeft een beetje plaatsgemaakt voor strijd. En dat heeft ons in die wedstrijd gehouden. En het is een toernooi. En wat mij betreft moeten we dezezelfde strijd aan de dag leggen in elke wedstrijd. Dan komt het wel goed. Na de verklaring van de bondscoach Werner Blackson hebben we een gesprek gehad met 3 van de spelers die in de basis stonden tijdens deze wedstrijd. 1, 2, 3. Niet lekker aanvoeden, maar weer shitty, want overwinning dus, heb je plezier. In de 16e minuut, natuurlijk Elia Bal, vertel me over een moment dat hij een beetje game echt te horen, no worry. Want na mijn eerste wedstrijd aan de Surinaam selectie, daar heb ik een beetje game, een shitty. Why are you emotional with your teammates? Zo. Je moet emotiveren, die teammates. Wat ga je motiveren? Zij tegen de man, voor life, voor je weet toch, voor wie niet? Zo, zij met tegen de man, attack. Hoe komt voor wie niet? En met hoe play wat hij nog. Ik zeg gewoon, play on play voor wie niet. Dus met tegen de man altijd, go go game. Het is 3 wedstrijden, het is 3 kwalificatiewedstrijden. Wat is je de wedstrijd daarvan? Sowieso. De 3 wedstrijden. Nou, precies lekker idee, maar om herstel bepaalde dingen is morgen voor elkaar. Tikke de 3 punten voor de 3 wedstrijd. Ik denk we nemen die corner, die bal eigenlijk om die rebound. Ik zie hem liggen, ik neem hem mee, ik zie het go en ik denk maar 1 ding gewoon blaas op doel. Ja, en hij valt dus positief. Ja, niet de slimste overtreding. We stonden nog niet goed, ze kregen een vrije trap mee. Hij wou hem snel nemen, ik tik die bal weg zodat we meer tijd hebben. De scheidsrechter ziet er niet door de vingers, geen me gelijk geel. Dus wat ik te zeggen heb tegen mijn mede-teamleden, ja, dat ze er vol voor moeten gaan. Dat ze hun best moeten doen. Ons land moet vertegenwoordigen en dat ze alles moeten geven. Ik support ze vanaf de zijkant dit keer. Ja, ik vind het prachtig om hier te staan voor mijn land. En ja. Als je het volkslied hoort, dan gaat alle spanning gewoon door je lichaam heen. En als je dan zo'n wedstrijd goed kan afsluiten, dan geniet je helemaal. Ja, het vervelendste was het publiek achter mij natuurlijk. Want ik hoorde van alles naar me gegooid worden. Maar ja,
Vervolgens moet ik gewoon rustig blijven. En ik heb in de opwarming een beetje gekeken hoe de meeste jongens schieten. En dan, ja, dan ga je gewoon een kant kiezen en dan zag ik gewoon een hele loopje. En ja, vervolgens pak ik die penalty die de rebound weer erin scoort, maar maakt niet uit. Ja, als je tegen het slot aan van de wedstrijd een rode kaart krijgt, is er heel veel spanning. Want ja, je moet alles dichtzetten, posities moet je gaan verschuiven. En als je dan ja, met 10 man op het veld staat, heb je dan natuurlijk wel een grotere kans dat die bal op goal verdwijnt. En dat is gewoon heel, heel moeilijk, maar we hebben het goed gehandeld. Ja, we hebben Guyana nog voor ons. We moeten de jongens natuurlijk niet onderschatten, maar ze hebben wel 4-0 verloren van onze tegenstanders vandaag. Maar we moeten gewoon goed herstellen en de focus houden en dan verwacht ik gewoon een goed resultaat tegen allen. Op 27 februari neemt Suriname het op tegen Guyana. Met de aftrap om 10:30 in de ochtend Antigua en Barbuda time en 11:30 in de ochtend Surinaamse tijd. Blijf ons volgen voor updates, want morgen komen we met een extra update over Nacho U20. Like en subscribe de YouTube pagina Inside Nacho. Volg de Facebook pagina van Telesuur en volg de uitzendingen op ATV.